Waarom is het zo belangrijk dat de kiezers voor GroenLinks stemmen? We hebben een heel groot probleem. Het klimaat is aan het veranderen door uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Het is niet iets wat heel erg scherp en plotseling gebeurt, maar dat is wel een trein die doorloopt. En Nederland, wat dicht bij zee ligt, wat laag ligt, het wordt daar op lange termijn enorm door bedreigd. En we moeten nu echt wel actie nemen om dat te gaan veranderen. GroenLinks is daar de sterkste partij in om dat voor elkaar te krijgen. En wil daar echt grote resultaten in boeken. Verwacht u dat GroenLinks het goed gaat doen in deze verkiezingen? Ja, ik denk dat GroenLinks zeker 17 zetels in de wacht gaat slepen. Waarom staat u eigenlijk hier campagne te voeren? Nou ja, op dit moment staan we campagne te voeren om in ieder geval te zorgen dat mensen naar de stembus gaan. Dat vinden wij op dit moment belangrijker. En natuurlijk is het handig om met je hart te stemmen. Je hart zit links, dus het liefst de SP. Maar het stemmen aan zich is nu het meest belangrijke. De vraag is maar of je nu nog de mensen kunt overtuigen. Dat is wat lastig, maar we vinden in ieder geval dat mensen moeten stemmen. Dat is je democratisch recht en dat moet je gewoon doen. Waarom zouden de mensen op SP moeten stemmen eigenlijk? Omdat we hebben gezien na 4 jaar afbraakbeleid van Rutte dat het er niet beter op is geworden. Mensen worden doodgegooid nu met cijfertjes hoe economisch goed het gaat. Maar als je hier in Deventer in ieder geval in de stad rondloopt en je praat met de mensen, dan hoor je dat zij er echt helemaal niets van merken. Dus vandaar dat je op de SP moet stemmen om in ieder geval te zorgen dat alle voorzieningen die we hadden, dat we die weer terugkrijgen. En iemand doodgooien met cijfertjes, dat neemt het gevoel niet weg. Wat verwacht u eigenlijk voor uitslag? Ja, we hopen natuurlijk op winst. Hè? Dat wil je altijd. Ik vind dat Emiel het in de campagne ontzettend goed heeft gedaan. Dus we hopen in ieder geval op winst. En wat ons het beste lijkt is om de SP zo groot mogelijk te maken. Een linksblok te vormen. Zodat we Rutte het torentje uit kunnen zetten. En dat er in ieder geval een linksblok de regering kan vormen. Met welke partijen zou SP eigenlijk al willen samenwerken? Ja, wij sluiten niemand uit, behalve de PVV. Hè? Dat heeft Emiel ook al gezegd. Maar zoals ik al zei, het mooiste zou zijn als we linksblok zouden kunnen vormen. Onze natuurlijke bondgenoten zijn natuurlijk GroenLinks. Daar kun je twijfels bij hebben, hè? Na al het grachtengordelpolitiek die zij hebben bedreven. En de PvdA zou eventueel kunnen, maar dan moeten ze wel onze kant op trekken. Is dat druk bij jou, stembureau? Er zijn nu een kleine 100 mensen gekomen al, ja, in een uurtje tijd. Dus ik denk dat het wel druk gaat worden vandaag. Het gaat druk worden, denkt u? Ja, ik hoop op een grote 600. En wat voor mensen zijn het eigenlijk die hier komen stemmen? Ja, het zijn merendeel reizigers. Hè. Je zit bij het station. Dus merendeel treinreizigers, busreizigers. En de mensen die uit de stad komen natuurlijk, die werken. Heeft u zelf al gestemd? Nee, ik heb zelf nog niet gestemd. Nee, ik ben het wel van plan, maar ik ben nog aan het twijfelen. Maar tussen? Ik zit te twijfelen tussen de D66 en de andere weet ik nog niet. Ik ben er gewoon nog niet over uit. Dus... Nou, misschien moeten we langs de voordeur lopen daar zo. Een koekje vragen. Ja, inderdaad. Ja, nee. Voor mij, ik ben gewoon lekker aan het werk en ik zie het wel vanmiddag.